Wij danken minister mevrouw Sigrid Burleson, Nirmala Badri Singh, Siegfried Wolf, Andoyo Rusland, Steven Riedeveld, Faisal Abdul voor hun inzet in ons land. Minister De Goyo was belast met sociale zaken en huisvesting. Er hebben zich zaken daar voltrokken die echt niet het daglicht kunnen verdragen. We hebben tegelijkertijd laten onderzoeken. De minister aan zich heeft alleen maar schade geleden door haar naam, doordat zij de uiteindelijke verantwoordelijke is op dat ministerie. Daar worden maatregelen getroffen. En tegelijkertijd moet je zo'n jong kader de gelegenheid geven om zich verder te ontplooien en haar diensten voor land en volk door te kunnen laten gaan. We moeten de gelegenheid geven om door te groeien. De jeugd en sport kwam vast te zitten, in elk geval met de president, waardoor zij dus ook als jongere daar wordt geplaatst. En dus we kijken niet alleen maar naar hun, we kijken ook naar fouten die wij gemaakt hebben door hun minder te begeleiden. En het beleid van de tweede periode zal zijn dat al de jonge gasten een stevige begeleiding zullen meekrijgen. Er zal een toerismeautoriteit in het leven worden geroepen, welke zal resulteren onder het ministerie van Handel en Industrie. En transport en communicatie worden in de boezem van het ministerie van Openbare Werken teruggebracht. Mevrouw Christine Polak, belast met het beheer van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Gelooft u me, it's not an easy job. De heer Ferdinand Welzijn, belast met het beheer van het ministerie van Handel en Industrie. De samenwerking met het bedrijfsleven vandaag aan de dag is op een vrij goed niveau. Na ampele redenering vonden we, hoe konden we zonder te vragen aan bedrijfsleven, omdat zij geen politieke verantwoordelijkheid dragen, maar een dusdanig signaal geven aan bedrijfsleven. Nou, hoe sterker kan het zijn wanneer we vragen aan de ex-voorzitter, die natuurlijk ook elders een goede job heeft. En ik ben trots op zulke mensen wanneer ze zeggen van, maar je weet toch, dan moet ik, ik wil niet weten, ga je het doen, ja of ja. En meestal is het dan inderdaad, we gaan ervoor. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Mevrouw Ildis Beagle Gehuw Polak, belast met het beheer van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mevrouw Ildis is reeds jaren op de radar van de partijtop. Hoewel ze in het buitenland zat, hebben we niet vergeten dat Ildis in tijd een goede job zal doen. Kan doen. Mevrouw Rolien Samsudin, belast met het beheer van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer. Gelooft u me, ook dit is geen makkelijke job. En dan ga ik u straks wat aparte instructies geven. We gaan gezamenlijk naar dit moeilijke ministerie kijken. Heer Jerry Miranda. OW is de regering op zich. OW, geloof me, is de regering op zich. En de structuren daar zijn van dien aard dat u er de hele dag naar kunt kijken. Het is verschrikkelijk netjes, geordend, mooi. Het lijkt zo transparant. Maar, voorzitter, even krassen. Het is een verschrikking daar.
En we hebben veel werk daar om bekende oogjesstal daar op te ruimen. Er vindt een grote reshuffling plaats. Dat wil zeggen, zeker binnen het leger zult u binnenkort een totale reshuffling, kunt u een totale reshuffling tegemoet zien. Ik denk bij heel wat parastatale bedrijven die wij de afgelopen regeerperiode hebben geobserveerd en waarvan we denken van het kan beter, die zullen onherroepelijk worden gereshuffeld. Mogelijkerwijs dat er nog, want we praten onderling met elkaar, dat er nog intern nog reshuffeling komt, dan bedoel ik de ministers. Maar wat u daar aanhaalt is helemaal correct. Er zullen nog wat reshuffelingen plaatsvinden. En vallen STVS en SRS ook, gaat het daar ook gereshuffeld worden? Ja, alles. Ook bij STVS en SRS gaan we reshuffelen. Ja, dames en heren van de pers, nogmaals namens de president, welkom. We weten dat u op dit moment hebt zitten wachten.